Als ik aan cloud denk, dan denk ik nu aan continuïteit, lange termijn en instroom van mensen. De technici die het mogelijk maken, de mensen die hier vandaag aanwezig zijn, die het fenomeen cloud mogelijk maken, maar ook over 4, 5, 6 en 10 jaar nog mogelijk moeten maken. Dat is het eerste en ook het centrale thema voor ons op dit moment. Het vak van technicus, ICT'er, is niet bepaald populair. Vanochtend nog op de radio was er een mooi spotje te horen op Radio 1 van de firma DAS, waar een ICT'er wordt neergezet als, nou, laat ik daar geen kwalificatie op loslaten, maar niet erg positief. Het imago van ons vak is niet goed en dat is volkomen onterecht. Als je het belang ziet van de hostingsector voor de economie, wat hier in Nederland allemaal gebeurt met pareltjes als LeaseWeb, Interactive, de grootste gamehoster ter wereld, is dat volkomen onterecht. Doordat het vak niet populair is, is er weinig instroom, ontstaat er een tekort aan technici en daar moeten we met z'n allen iets aan doen. Een beter imago, instroom, populariteit, want jongens, er is echt iets aan de hand in Nederland en wij moeten zorgen voor continuïteit op lange termijn. Ik was gisteren in Den Haag op een politiek café waar ook door Kamerleden en betrokkenen van het ECP, ex-ministers, werd gesproken over het thema vertrouwen en security. En dan zie je dat er een enorm belang is van onze sector om daar goed in te acteren, daarin de innovaties door te voeren en te zorgen dat het vertrouwen van het publiek blijft bestaan. Nou, voorheen was security erg vraaggedreven, van de sector die deed wat de klant vroeg. Je ziet nu een beweging op gang komen waarbij de sector meer in de lead gaat komen voor security. Dus daarin met autoriteit gaat spreken, proactiever gaat worden naar zijn klanten, meer producten en diensten gaat aanbieden om aan de toenemende vraag en de noodzaak voor security tegemoet te komen.